wilt meer weten over bestraling. Wat is het en wat kunt u hierbij verwachten? Bestraling, ook wel radiotherapie genoemd, is een behandelmethode die vaak wordt toegepast bij kanker. Andere veelgebruikte methodes zijn chemotherapie en een operatie. Bij radiotherapie wordt de tumor bestraald met speciale, sterke röntgenstraling. Deze straling remt of vernietigt kankercellen. Bestralen kan van buitenaf of van binnen uit het lichaam. In deze video ziet u hoe bestraling van buitenaf in zijn werk gaat. De bestraling gebeurt op de afdeling radiotherapie van het ziekenhuis of bij een speciaal bestralingsinstituut. Een paar dagen voor de bestraling plaatsvindt, bepaalt de arts welke plek bestraald moet worden. Dit moet heel nauwkeurig gebeuren, omdat de straling ook gezonde weefsels beschadigt. De te bestralen plek wordt afgetekend op uw lichaam met moeilijk afwasbare inkt. Dat is nodig omdat u gedurende een aantal weken meerdere dagen op diezelfde plek wordt bestraald. Voor de bestraling vraagt een medewerker u een deel van uw lichaam te ontbloten. Ongeveer op deze plek. In de bestralingsruimte gaat u daarna op de tafel liggen. Kan maar liggen. Ja. Keurig. Met lichtbundels wordt het bestralingsapparaat op de juiste plek gericht. De medewerker verlaat vervolgens de ruimte, maar houdt u via een monitor in de gaten. De medewerker kan de bestraling direct stopzetten als u bijvoorbeeld moet hoesten. Als u wilt, kunt u contact houden via een intercom. Van de bestraling voelt u niets. U wordt er niet radioactief van en het duurt meestal niet langer dan een kwartier. U mag zich in die tijd niet bewegen. Bestraling beschadigt ook gezonde cellen binnen het bestraalde gebied. Hierdoor kunt u last krijgen van bijwerkingen, zoals vermoeidheid en irritatie van de huid. Andere bijwerkingen zijn afhankelijk van de plaats van de bestraling. Zo kunt u bijvoorbeeld last krijgen van diarree als de darmen worden bestraald. Gezonde cellen herstellen zich meestal na enige tijd, zodat de bijwerkingen weer verdwijnen. Uw arts of verpleegkundige vertelt welke bijwerkingen u kunt verwachten en hoe u hiermee kunt omgaan. Wilt u meer informatie of alles nog eens rustig nalezen? Kijk dan op de website van KWF Kankerbestrijding.